Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een avond komen wij tot jullie met het woord van leven. En vandaag gaan we praten over wat ons sterk maakt en wat ons zwak maakt. De mens als mens is zwak. Wij hebben zwakheden, omdat wij beperkt zijn. De mens als een geestelijke iemand wordt sterk. Maar het is noodzakelijk dat de persoon aandacht schenkt aan wat van God komt. Allen weten dat alles mogelijk is voor wie gelooft. Iedereen weet dat alle dingen mogelijk worden wanneer wij bij God zijn, met God zijn. Maar in praktijk wordt dat vaak niet, hoe kan ik dat zeggen? Veel mensen nemen dat niet als een zekerheid voor hun. Ik bedoel, wanneer de persoon, wanneer wij door de problemen heen gaan, de omstandigheden heen gaan die twijfels brengen over of die ons doen twijfelen aan wat wij verwachten of wat God beloofde of wat geschreven staat, dan gaan veel mensen vaak denken, oké, waarom komen er dan deze problemen? Wat moet ik dan doen om uit deze situatie te komen en de persoon begint zich te vervullen. De persoon laat de twijfels komen, de persoon laat zich vervullen door twijfels. En de twijfel maakt de mens zwak. U heeft zeker al ervaren dat wanneer wij op een bepaald antwoord wacht. En ik gaf vandaag tijdens de diensten het voorbeeld van iemand die ziek werd of de persoon voelt zich niet goed. En hij gaat naar de dokter en de dokter antwoordt met negatief nieuws. En zegt tegen de persoon, kijk, wij zien een bepaald probleem. Wij geloven dat dit een bepaald iets kan zijn dat ernstig is. Maar wij moeten een bepaald onderzoek laten doen, zodat wij het zeker kunnen weten. Dus de persoon gaat naar het onderzoek en hij moet 1 week, 2 weken, 3 weken, 1 maand wachten op de uitslag. Terwijl de persoon zich bezighoudt met wachten, komen er veel negatieve gedachten, toch? Gedachten over en wat als het nieuws slecht is. En wat als dit het ergste of het ernstige probleem kan zijn dat de dokter heeft gezegd. En wat als ik sterf? En wat als ik door zware en moeilijke behandelingen moet heen gaan? Dus de persoon begint van allerlei soorten gedachten te krijgen. En weet u wat er gebeurt in deze periode? Hoe meer de persoon denkt aan wat er zal kunnen gebeuren, hoe wanhopig de persoon zich voelt. Dus de wanhoop neemt de persoon in bezit. De persoon voelt zich wanhopig, verloren, zonder te weten wat te doen. En wat als dit gebeurt en de persoon wordt depressief of zenuwachtig of de persoon begint onrustig te worden. Er zijn mensen die paniekaanvallen beginnen te krijgen omdat ze zich lieten overheersen door de twijfels. Dus de twijfels hielden de persoon onder controle. En de twijfels verzwakken de mens. God werkt niet op die manier. God werkt met vaste beloftes. Met
duidelijke woorden. Niet, het kan zijn dat dit... Nee, God werkt niet zo. Het kan zijn. Nee, hij werkt met het volgende. Het is zo. Hij antwoordt op een directe manier. Maar wij moeten dat horen en dat accepteren en vertrouwen. Nee, God zal niet vallen. Hij zei dit, hij liet dat zien, hij begeleidde mij. Dus het zal goed komen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet hoeveel obstakels er zullen komen. Ik weet niet hoeveel moeilijkheden zullen ontstaan. Ik verwacht dat er blokkades komen of moeilijkheden of twijfels, omdat dat een onderdeel is van de strijd. Maar God is daar en hij zal zijn beloftes nakomen. En hij zal mij eren en hij zal mij zegenen. Dus die zekerheid zorgt ervoor dat de persoon versterkt wordt, omdat zijn energie besteed wordt aan het geloof, in plaats van het te besteden aan de twijfels, de angsten, de onzekerheden die ons vernietigen, die ons verzwakken. En weet u wat er gebeurt? Wanneer de persoon vol met twijfel zit, gaat de persoon niet helder denken. En de persoon gaat dingen zeggen die hij niet zal zeggen als hij vol was met zekerheid. En de persoon gaat beslissingen nemen die niet genomen zouden worden als de persoon niet twijfelde. En die reactie van de persoon is wat het grootste probleem veroorzaakt, of dat het probleem groter maakt dat al bestaat. Dus het probleem dat al bestaat wordt groter. En er ontstaat een nieuw probleem dat veroorzaakt kan worden door de onzekerheid, door de twijfels, door de angsten. Snapt u? Dus beste vrienden, beste luisteraars van Radio Positief, laat niet toe dat de twijfels u begeleiden. Dat de twijfels u leiden, uw weg, uw keuzes leiden. Maar onderwerp uw gedachtes aan de gedachtes van God. Doe wat God zegt. Zodoende wordt u gezegend. Duidelijk. Dus denk hier over na. De Bijbel heeft een mooi voorbeeld. Meerdere voorbeelden over dat onderwerp. Maar één mooi voorbeeld over dat onderwerp, dat is het moment waarop Jezus op het water liep in de nacht. De discipelen zaten in de boot en ze zagen hem komen, een schaduw. Het was donker. Het was echt donker, omdat het nacht was. In de zee. Ze zaten in de boot, ze zagen Jezus komen en ze waren bang. Omdat ze nooit iemand hadden zien lopen op het water. Tot nu toe heb ik niemand zien lopen op het water, toch? U ook niet, neem ik aan. Maar Jezus deed dat. En de Bijbel zegt in Matteüs 14, 26... Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. Ze waren bang. En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Dus luister goed naar de woorden van Jezus. Houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Jezus en de Vader zeggen vaak, wees niet bang, wees niet bevreesd. Ik ben hier. Ik ben hier, wees niet bang. Als God hier is, waarom zou ik bang zijn? Maar wanneer wij naar de gevaren kijken, worden we bang. Toch? Maar hij zegt, nee, wees niet bevreesd. Houd moed, ik ben het. Ik ben degene die hier is. Ik ben hier met jou. En ik zal je zegenen. Wees niet bang. Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom.
En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Ziet u? Iets onmogelijks. Als u het bent, zeg tegen mij om over het water ook te gaan. Om op het water ook te lopen. En Jezus zei, kom. Petrus hoorde het woord. Petrus hoorde het woord. Wanneer wij ons baseren op het woord van God, lopen wij zelfs op het water. En natuurlijk praktiek op een figuurlijke manier. Omdat, waarom zou ik op het water gaan lopen? Maar dat betekent dat de problemen ons niet kunnen doen zinken. Niet kunnen tegenhouden. Omdat wij ons baseren op wat God zegt in zijn woord. En hij liep op het water. En toen hij op het water liep, keek hij naar Jezus en hij ging. Zolang u naar God kijkt, u baseert zich op zijn woord en u vertrouwt, dan loopt u op de problemen. Dan gaat u overwinnen. U gaat niet overwonnen worden. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd. En begon te zinken. En hij schreeuwde, Heere, red mij. Waarom begon hij te zinken? Omdat hij naar de wind keek. Naar de golven. Naar de omstandigheden. Beste vrienden, kijk niet naar de omstandigheden. Kijk naar God. Baseer u zich op wat God zegt. Niemand kan hetgeen doen veranderen. Wat God zei. Als wij op hem vertrouwen, maar wij moeten vertrouwen. Wij moeten geloven. God speelt niet. God speelt niet met u, God speelt niet met mij, God speelt niet met zijn woord. God is geen grapjes aan het maken wanneer hij iets belooft. Hij zegt het omdat hij het wil nakomen. Wij hebben deze dagen gesproken over geloftes maken. God verwacht dat wanneer wij geloftes maken aan hem, dat wij ze nakomen, toch? Waarom? Omdat zijn karakter zo is. Hij belooft en hij komt het na. Hij belooft en hij vervult wat hij heeft beloofd. Hij speelt niet met onze gevoelens. Hij speelt niet met onze emoties. Hij speelt niet met ons. Zijn woord is waarachtig. Het is trouw. U kunt er zeker van zijn dat het gaat werken. Daarom liep Petrus op het water, gebaseerd op één woord. Ik weet niet hoe dat gezegd wordt in het Hebreeuws. Maar in het Nederlands is het één woord. Kom! Kom! En hij ging. En hij liep op het water. Eén woord. Slechts één woord deed Petrus op het water lopen. Maar toen hij bang was en hij vergat het woord en begon zich te focussen op wat er aan de hand was, op wat er daar toen der tijd gebeurde, dan begon hij te zinken. En hij schreeuwde, Heere, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En dat is wat de Heer Jezus tegen ons zegt, als wij twijfelen. Kleingelovige, waarom twijfel je? Ik ben hier, ik ben het. Wees niet bang. Als God met ons is, waarom moeten wij bang zijn? Ah, maar en wat als het niet goed komt? Kijk, het zal niet alleen goed komen als het de wil van God is. Maar als het de wil van God is dat iets niet goed komt, is dat omdat God iets anders wil doen dat groter en beter is dan wat wij verwachten. Dus vertrouw, geloof, volhard, ga door, doe wat God zegt. Zoek hem op de eerste plaats en hij zal u eren. Bent u een persoon die zich liet ontmoedigen,
door de omstandigheden. En misschien bent u nu ver van God. Misschien komt u niet eens naar de kerk. Misschien volgt u de diensten en boodschappen op het internet, op televisie, op radio. Wat mooi is, wat goed is. Maar u heeft de kracht niet gehad om terug te komen tot God. Zet de stap. Zoek God. Misschien raakte u teleurgesteld door iets dat niet goed ging in uw leven. God is bezig met u zegenen en hij wil u zegenen met iets beters, met iets groters. Iets moois. Geloof, vertrouw en ga vooruit. En zo zal God u zeker zegenen. Gelooft u? Deze zondag, de zondag van de vergeving, een mooie kans om zich te keren tot God. Maar vandaag is het al een kans voor degenen die zich niet onrustig willen voelen, die zich niet depressief willen voelen, die niet willen toegeven aan de problemen, maar die naar God willen kijken en op hem willen vertrouwen. Doe dat. En u zult uit die moeilijkheid komen, die moeilijke momenten komen, op een gegeven moment, vroeger of later, en u gaat overwinnen. Maar u dient het geloof te voeden en de twijfel te negeren, te bestraffen en naar God kijken. Hij zal zijn belofte in uw leven vervullen. Wij komen zo terug met het gebed. Ik kom op uw altaar. Ik stel mijn geloof op de proef. Wie u echt dient, vertrouwt en doet wat u zegt. Vandaag breng ik tot u mijn overgave, mijn God. Luister nu naar het gebed van uw dienaar. Maak het onderscheid, mijn Heer, tussen wie en degene die niet. Maak het onderscheid, mijn Vader, voor wie op uw altaar zijn alles aflegt, tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die u eren met geheel hun leven. Maak het onderscheid, Heer. Vandaag breng ik tot u mijn overgave, mijn God. Luister nu naar het gebed van uw dienaar. Maak het onderscheid, mijn Heer, tussen wie u dient en degene die niet. Maak het onderscheid, mijn Vader, voor wie op uw altaar zijn alles aflegt, tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die met
geheel hun leven. Maak het onderscheid, Heer. Maak het onderscheid, mijn Heer. Tussen wie u dient en degene die niet. Maak het onderscheid, mijn Vader. Voor wie op uw altaar zijn alles aflegt. Tussen degenen die u niet eens zoeken en degenen die hun hoop op u vandaag stellen en die u eren met geheel hun leven, maak het onderscheid. Onze Heer en onze Vader, wij weten dat de strijden groot kunnen zijn in het leven van uw volk. Ik weet niet wie naar mij luistert vanavond, maar ik weet dat er mensen zijn die naar mij luisteren, ondanks het feit dat ik niet weet wie ze zijn, zijn er mensen die dit woord nodig hadden. Mensen die zich teleurgesteld raakten. Mensen die zich lieten ontmoedigen door de strijden en problemen. En ik vraag u, o Heer, om deze mensen te zegenen. Strek uw handen uit, raak het leven aan van elke persoon die samen met ons bidt. En transformeer dit leven helemaal, zodat uw volk kan getuigen over wat u belooft. Mijn Heer, wij weten dat u groter bent dan alles. Help een ieder, laat uw geest komen over hen, zodat deze persoon niet opgeeft, niet stopt met geloven. Laat dit woord mensen bereiken dat geen hoop meer hadden, die dachten dat het einde was van hun leven, en transformeer, red deze levens in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik bedank u omdat ik weet dat ons gebed gehoord en beantwoord wordt. In de naam van Jezus. Amen. En God zij dank. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. Houd moed. Vertrouw. Jezus zei tegen de discipelen. Houd moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Twijfel niet. Maar zoek God op de eerste plaats. Om het geloof te hebben dat sterk blijft, moeten wij het voeden. Moeten wij het versterken. Moeten wij het brandstof geven. Zodat het blijft branden. En dat brandstof zijn de acties van God zoeken. Volharden, naar het woord van God luisteren. Niet alleen bidden en een lid van de kerk zijn. Dat is noodzakelijk. Maar de twijfels elimineren, confronteren, bestraven. En geen aandacht hieraan schenken. Omdat anders wordt u zwak. En door de twijfels worden wij verslagen. Ga vooruit, vertrouw. Omdat God u zal eren. Op maandag komen wij terug om 10:00 s'avonds op Radio Positief met nog een woord van leven. Maar deze zondag is het de zondag van de vergeving in de UKGR. En het is een speciale dag omdat het zondag is. Zondag is altijd speciaal. Wij komen
om God te zoeken op de eerste plaats. Wie hem zoekt op de eerste plaats, wordt gezegend in de andere opzichten van zijn leven. Dat God u zegen, een fijne avond verder en tot de volgende keer.